Goedemorgen. Het is vandaag maandag. En we zijn met z'n zessen een wandeling begonnen. Van waarschijnlijk 2 uur lopen heen en 2 uur terug. Dit is een hele zuur. Naar een Romeinse muur of zoiets. Ja, komt een zuur van. Dit is een pittig workout. Hoe zuur, hoe blauw is het? Maar het is hier echt heel bijzonder. Had je moeilijk vloggen hier? Nee. Jij werkt ook bij de club? Nee, maar dit is de stokkenclub. 50 plus. Eeuw, 50 plus. Dat lukt je nog, oudje? Super leuk. Hoor je dat? Ja. Doei. Doei. Ja, dat is uitgaand shot. Die moet je altijd hebben. Uitgaand, loop door. Dat is uitgaand shot. Ruben zegt dus dat hierin gepoept wordt. Gadverdamme. En er ligt ook een dood kind. Een dood kind? Een dood kind? Oh, dat is een steen. Dat kan je echt niet zeggen hoor, er ligt een dood kind. Nou, daar kan je dus poepen. En die zwarte boxer is lelijk. Nee, maar hij draagt ballenknijpers, dat is niet leuk. En al die Mexicanen dragen ballenknijpers, ja? Of van die vieze seniors. Ja. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Nee, maar dat zie je toch al, je hebt al die badmeester met zo'n snoren dan. Ik zie alleen jou en geen kippen, dus lijkt dat het uit jou komt, het geluid. Het lijkt wel de Titanic. We zijn braam aan het plukken. Kijk. En Ruben en ik hebben net een menselijke slinger gemaakt om de braam te plukken. We hebben ons doel bereikt. Bijna trouwens, we moeten nog best wel ver. Deze man hier heeft 1,5 uur gelopen om zijn stront en zijn plas uit zijn wc te legen. Zie je dat rode ding op zijn rug? En daar? Daar zit poep in en plas. Dat gaat hij nu legen. We made it. In dit dorp wonen 15 mensen, heb ik net genoemd. En het is de meest onafhankelijke plaats van Europa? Het is de kleinste onafhankelijke gemeente van heel Europa. Ja, we zitten even met een binnentoe-ijsje. Heel lekker met een chocoladepuntje en daaronder zit sinaasappel. Lust jij ook niet de bovenkant? Nee. Moet ik het eraf eten? Ik heb voor Ruben en mama moet ik het eraf eten. Dacht ik geef je dan deze. Na nog uren lopen en helemaal dood zijn, hebben we de brug gevonden. Dit is het jongens. Mama. Dit is de brug op de erfgoedlijst. UNESCO. Nou, het water vind ik mooier, maar dat konden we een uur geleden ook al zien. En het is een top 12 van de wandelingen van Zwitserland. Van Zwitserland, zo. Ja, nee, die UNESCO is van de wereld. Nou, ik weet niet. Ik wil het water ook wel voelen. Hoe voelen we ons? Goed? Ja hoor. Niet moe. Eigenlijk waren het je benen die je nodig had. Zo, we zitten in de bus. En we hebben ook nog eens twee zitplekken. We gaan hier precies lopen. Waarom lijk jij bruiner dan ik? Terwijl ik weet, jij bent het. Hey. Ik kan niks zien. Ik zie niks. Wij, drieën, hadden geen zin om nog 2,5 uur te lopen op een hele schuine berg. Dus nu wachten we op de bus, want we wachten liever een uur op een bus. Omdat we 2,5 uur op een steile berg moeten lopen. En als we er zijn, hebben we kans dat we weer een uur op de bus moeten wachten. Maar dat maakt dus niet uit, toch? Oh ja, en ik wou dus liften. Maar deze meneer wil het niet, dus helaas. We zijn thuis. Uiteindelijk waren we op Locarno en daar hadden we wifi. Toen moesten we wachten op de bus. En toen hadden we in onze familie-app, zeg maar, laatste we dat zij al thuis waren. Dus toen is Oliver ons komen halen. Dus hebben we blijkbaar een kwartiertje gelopen en konden toen meeliften. Super chill. Dus hebben we ook helemaal niet ver hoeven lopen. Nu gaan we lekker eten. Wel niet zo gezond, maar ik ga toch maar gewoon mee eten. Een klein beetje. Pasta met champignon-roomsaus. Dus dat is wel slecht. Maar ja, het werkt gewoon niet als ik steeds alleen maar groenten eet. Dus gewoon, dan moet ik steeds voor mezelf sla gaan maken. En ik wil ook gewoon warm eten. Want gisteren hadden ze een soort rijstgerecht. Toen heb ik gewoon alleen sla gegeten. Maar ja, dat is gewoon niet fijn, weet je. Dat is niet zo in salade. Dus gaan we lekker eten. En dan ga ik, gisteren heb ik met Ruben lekker een filmpje gekeken hier. Dus dat gaan we vanavond denk ik weer doen. En morgen gaan we even met z'n tweeën Locarno in ofzo. Ik weet niet waarom ik zo donker ben. Hoi, het is vandaag dinsdag en het is nu 12 uur en Ruben en ik zijn lekker een dagje met z'n tweeën.
We hadden echt zin om even met z'n tweetjes te zijn. Dus we hebben net de bus gepakt vanaf Mercosia. 5 minuutjes lopen hadden we de bus. Half uur in de bus of zo. En nu zijn we in Locarno. Waar we dus ook waren met de film en alles. Echt een superleuke stad. Hij gaat even naar de kapper. We gaan een beetje rondkijken. We gaan lekker lunchen. We gaan aan het water zitten, lekker genieten samen, even met z'n tweetjes. En hij is nu even op een bord kijken welke kant op moeten lopen. Maar ja, ik heb er echt zin in om even lekker met z'n tweetjes te zijn, dus het wordt super leuk. Oké, we hebben een heel mooi plekje gekozen. En alles is hier gewoon super duur. Toen dachten we gaan even naar het water, want als je dan ergens gaat zitten, en kijk even hoe mooi wij zitten. Zo mooi, we zitten echt aan het water. Het is echt de enige plek die gewoon recht aan het water zit hier. En ik wil heel graag pizza, maar ja, ik moet nog een beetje gezond doen, dus we gaan een pizza delen. En ik heb van de Tap radlerbier. Het is echt super lekker, dus niet zo zoete limonade, maar het is gewoon echt bier met Sprite ofzo. Maar het is echt super lekker. En we gaan echt lekker genieten. Ze hebben zo'n dik hoofd. Waar is die ander? Ik had hier een hele lieve. Oh. Hij hoeft het weg. Nee. Weet je niet? Ik bedenk dat de basilicum onder het kaas zit. Moet vragen? Wow, ziek groot. Ja, jij moet vragen. Waarom niet? Waarom hebben ze het? Het is echt wel beter dan die XXL slicer. Maar waarom? Het is donker, hè? Waarom zullen ze dat niet erbij doen? Wacht dan, moet de basilicum vragen, schat. Ik hoor dat ook heel veel zo, hè? Hè? Ik heb heel veel zo. Jij niet. Vraag maar iets. Wat deed Mirjam altijd het verschil in? Hoe bedoel je? Nou, heb je lekker gegeten? Wat heb je gegeten? Pizza. Wat voor pizza? Margarita. Maar is ook nog iets vergeten bij het brengen? Vertel eens wat er allemaal op de pizza hoorde. Pomodoro. Ja. Mozzarella. Ja. Basilico. Dus 3 dingen. En wat hadden ze er niet op gedaan? Ik kreeg maar 2. Hij was wel zo echt wel lekker, hij was niet zo vatsig. Ja. En de chiliolie was wel lekker. Ja. En we hebben nog gedeeld. Oh, die is weg. We hebben nog gedeeld. Ja, doei. Ik weet niet meer belangrijk. Dat deed Mirjam altijd op de kamp, dat vond ik zo leuk. Wie is Mirjam? Ja, die vrouw met die vrienden was gehoord, zegt ze. En Charlotte, zit je lekker in een jacuzzi? En van wie is die jacuzzi? Hi. Ga je niet bij eentje gaan filmen? Ik heb geen brood. Ja, drink. Super lief. Zullen we even brood halen? Heel lief, het is allemaal vrouwtjes. We zijn vandaag weer in het zwembad. We hebben net weer allemaal glijbanen gedaan en zo. En nu ga ik salade eten. Kijk, hoe groot. Een hele lekkere salade gemaakt. Zal ik laten zien wat erin zit? Dit is de sla. Lekker schatje, dankjewel. Alsjeblieft. Met sla, tomaat, van die mini mais, een beetje tonijn. Op waterbasis, dus hij is heel droog. Komkommer, olijven. Had ik al tonijn gezegd. En een beetje dressing. En zout en peper. Zo lekker, 's ochtends gemaakt en dan heb je gewoon een heerlijke salade. Ik vind het alleen maar leuk. Hi. Hi.
Zo, we zijn opgepikt met de auto. Het was een hele grappige autoreis, maar als ik het vertel, is het denk ik niet echt grappig. En we zijn dus naar de andere kant van Baarten gereden. Ik denk dat het echt maar een kwartiertje, 20 minuten was, kijk. Daar ergens hebben we net gezongen. En we zitten dus aan het water. Lekker muziekje. Heel leuk, goede sfeer. Ik heb er zin in. Heel kort. We zitten, we hebben besteld. Er is een lekkere sfeer hier. Die druiven filmen, dat is mooi. We hebben ons Duits. We hebben Duits, Italiaans, Frans, Engels en Japans gepraat. Nee, geen Japans. Druiven? Oh ja. Gaat het druiven? Echt een druiven. Ja, dat is wel. En nu moet ik stoppen, anders heb ik copyright claim. Copyright claim. Oh, voor Melissa. Bacon is Lisa's. Elke krachtje. Als je kan hebben, heerlijk. Die ziet er lekker uit, papa. Wow, die hadden we ook op de heenweg, die lucht. Lekker veel saus. Heb je geen kaas? Nee. Oh, echt? Hier, zoveel. Oh, heerlijk. Pizza zonder kaas, hoef ik geen pizza. Je zet je hart in je onderarm. Het is gewoon zo'n spiertrek. Dat heb ik ook heel vaak. Die heb je ook in je ogen liggen. Ja, ik heb het heel vaak in mijn ogen. Kan je overal hebben. Maar als je moe bent. Als je daar hebt, niet daar. Want hier, leuk ritme. Nee, dat doet net niet goed. Hier hebben we net gegeten. Dit was ons uitzicht. Hier daar boven ons dorp liggen. De hoogste driehoek. Die hoogste driehoek is ons dorp. Cool, hè? Zo mooi. Ik vond het een zeer geslaagde keuze wat we hebben gedaan. En nu gaan we weer lekker zitten.